wat gaat er door jullie heen? Wat er door ons heen gaat? Onmacht. Je zit hier zo en je voelt gewoon de onmacht dat je de kinderen niet het uitleenspeelgoed ging geven wat ze eigenlijk was. Ja, want dat het brandstichting is, dat is zo klaar als een klontje. Voor ons wel, ja. Wij zijn er 90% zeker van dat het in de brand gestoken is. Omdat we materialen die binnen stonden in de sloot hebben gevonden en hier over het hele Amerlandse plein heen. En wat gaat er door je kinderen heen nu ze dit moeten aanschouwen? Die van mij die hebben slapeloze nachten gehad. Die hadden echt zoiets van waarom hebben ze dit gedaan en nou kunnen we niet meer spelen. Er komt een andere keet. Wanneer die geleverd wordt weten we nog niet. Maar we hebben toezegging van een andere keet. En we zijn nu aan het fonds aan het werven eigenlijk voor nieuw speelgoed. En ja, er zijn ook al een aantal moeders gekomen die gezegd hebben van joh, wij hebben nog speelgoed wat onze kinderen niet meer gebruiken. En dat mogen wij hebben voor de keet. Dus daar zijn we echt heel blij mee. En we hopen eigenlijk in de herfstvakantie eigenlijk een beetje op orde te zijn. En we zijn er hard mee bezig. Ja, laten we allemaal duimen.